schappels, alweer een lalale Catalan kan hebben vooromen voor de buitenes en werkt dan je titel op te verbabben zakken. Bah! Dan gaan we nu beginnen met oefening 9 in de cursus van schappels, alweer een lalale Catalan kan hebben vooromen voor de buitenes en werkt dan je titel op te verbabben zakken. Bah! In het Nederlands wordt er gezegd, er was een grote groep een vuurtje aan het stoken. Hoe zeggen we dit in het waschappels? Dit was een koe aan blubberen. En dan oefenen we nogmaals. In het Nederlands wordt er gezegd, er was een grote groep een vuurtje aan het stoken. Dit was een koe aan blubberen. Dit was oefening 9 in de cursus waschappels. Alweer la lale katalanka hemma vrommen voor dat buitenijsmerk en je titel op te verbabben zakken. Bah! Dan gaan we nu over naar oefening 10 in de cursus waschappels. Awe ala lale katalanka hemma vrommen voor dat buitenijsmerk en je titel op te verbabben zakken. Bah! In het Nederlands wordt er gezegd, hij gooide de stoffer tegen het aanrecht. Hoe zeggen we dit in het waschappels? Je neukt de doeken ver, ga je in de rechtbank. Dan oefenen we nogmaals, in het Nederlands wordt gezegd, hij gooide de stoffer tegen het aanrecht. Je neukt de doeken ver, ga je in de rechtbank. Dit was oefening 10 in de cursus waschappels, awea la lale, katalanka hemma vrommen voor dat buitenijsmerk en je titel op te verbabben zakken. Bah. We gaan over naar oefening 11 in de cursus waschappels. Awea la 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 katalanka hemma vrommen voor dat buitenijsmerk en je titel op te verbabben zakken. Bah. In het Nederlands zegt men, hij zat met zijn handen aan de honden. Hoe zeggen we dit in het waschappels? Hij zat met zijn handen aan de honden. En dan oefenen we nogmaals. In het Nederlands zegt men, hij zat met zijn handen aan de honden. En hoe zeggen we dit in het waschappels? Hij zat met zijn handen aan de honden. Dit was oefening 11 in de cursus waschappels. Awea la 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 katalonka hemma vromme voor de buitenijsmerk en je titel op te verbabben zakken. Bah! En dan gaan we nu over naar oefening 12 in de cursus waschappels. Awea la 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 katalonka hemma vromme voor de buitenijsmerk en je titel op te verbabben zakken. Bah! In het Nederlands zegt men, alstublieft mag ik u dit aanbieden. Hoe zeggen we dit in het waschappels? Neem. En dan oefenen we nogmaals. In het Nederlands zegt men, alstublieft mag ik u dit aanbieden. Hoe zeggen we dit in het waschappels? Neem. Dit was oefening 12 van de cursus waschappels. Awe ala lale katalanka hemma vrommen voor de buitenijsmerk en je titel op de verbabben zakken. Bah! Tot volgend jaar. Toekomende jaar.